Die streekskommissaris van Komowene, Rajab Mohamed Safik, zegt dat het drinkwaterprobleem in het district binnenkort tot het verleden zal behoren. Op dit moment is de toestand nog steeds zorgwekkend. En volgens de DC zal het waterstation in Peperpot, waar water uit de Suriname rivier gezuiverd zal worden tot drinkwater, een belangrijke rol spelen bij het oplossen van het probleem. Nou, het drinkwaterprobleem blijft een probleem. Ik denk dat over een jaar zeker het verleden mag behoren. Want het project van Plantage Peperpot is echt nu op niveau. Men is hard bezig om dat ding afronden. Maar het zal zeker nog een beetje tijd duren. Dus ik denk misschien volgend jaar. De DC zegt verder dat de zelfwerkzaamheid in zijn district niet uitblijft. Samen met de verschillende ondernemers wordt gewerkt om het leven in het district beter te maken. Nou, tot dit moment, u kunt zich voorstellen dat ik eigenlijk financieel afhankelijk ben van mijn goedhartige bedrijfsleven, mensen van het bedrijfsleven in het district. Ik doe mijn beroep en dan komen ze zeker over van benzine. Machines hebben we. En ik heb ook machine die ik van het bedrijfsleven krijg, een grader. Maar ik denk vandaag krijg ik weer een grader en dan ga ik die zandwegen van Komowene ook wat egaliseren. Aldus DC Rajab Mohamed Safik van district Komowene heeft beloofd het drinkwaterprobleem op korte termijn aan te pakken.